Het is vandaag zondag en super leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. We zijn met de boer on tour onderweg naar Astrid, want daar heb ik weer les. Gisteren heb ik niet gefilmd, want gisteren was filmvrij. Maar ik wil iets heel cools met jullie delen, want deze weekvlog wordt mede mogelijk gemaakt door Vitalstel. Het is 12 uur, we moeten nog een half uurtje. En dan zijn we bij Horse & Hands. Ik heb daar weer een dressuurles. Ik heb gisteren ook les gehad op Ivy en Mara is ook weer even gekomen. Dus dat was wel weer gezellig. De les was ze wel wat wild en vond ze ontspannen best wel lastig. Maar dat is uiteindelijk ook weer goed gekomen. Oeh, de McDonald's. Ja, we gaan naar Astrid. Goed zo. Als je hem zo hebt stappen, wat gaat er goed? Gaat wat gehaast. Ontspant niet in haar nek. Mm-hmm. Hoe komt het dat ze niet in haar nek ontspant? Achterbenen moeten er verder onder. Ja, maar wat moet er eerst gebeuren opdat die achterbenen eronder kunnen? Voorwaartse draai? Daar komt ze vanuit de achterbeen, dus dat is hetzelfde. Nou weet ik het niet. Schouders in balans. Oh ja. Verticale balans. Naar welke schouder gaat het gewicht? Naar de rechterschouder. Dus ja, je hebt het al gecorrigeerd, heel goed. Ja. Ik zei schouders in balans en je corrigeerde het. Dat is perfect. Hoe doe je dat? Schouders in balans plaatsen? Mijn binnenbeen, mijn kuit eraan leggen. Oké, welke kuit legde je eraan? Rechter. Dat kan, heel goed. En waar werk je dan op in? Binnenteugel. Ja, maar als jij je kuit aanlegt, wat vertel je je paard dan? Wat wil je dan dat hij doet? Dat ze de buik naar links doet. Buik naar links, dus er komt het gewicht meer op de linkerschouder, hè? Ja. Ja. Ken je ook een andere manier? Stelling. Stelling rechts, kun je ook vragen. Komt ook het gewicht naar de linkerschouder toe? Ja. En wat zou je nog meer kunnen doen? Dan moet je het zo een stukje opzij zetten. Ja, maar even, moet goed. Je hebt al twee goede antwoorden gegeven, dus stop. En je kan zeggen van nou, oké, ik werk via mijn buitenkuit, dat kan, hè? Dus je drukt het gewicht via buiten. Naar de linkerschouder toe. Oh, dat is zo'n insteekvraag. Dat heb je op toetsen ook altijd. Dan zijn er drie antwoorden goed. En de vraag is de vier. Staat er onderaan, staat er alles dat hierboven staat. Ja, precies. Dit is een instinct. Maar dat is meestal het goede antwoord, hè, bij toetsen dan vaak. Maar je kan via de stelling, kun je ook het gewicht verplaatsen naar de linkerschouder. Wat je ook kan doen, is heel simpel schouders verzetten. Dus met twee handen plaats je, je plaatst dan twee handen naar links. Waarbij je het gewicht van de rechterschouder op de linkerschouder overhevelt. Dat kan ook. Nou, wanneer kies je nou voor welke techniek? Wanneer kies je voor stelling? Wanneer kies je voor schouders verzetten? En wanneer kies je voor je kuit? Pas. Heb je dat voor allemaal een andere manier? Ja. Oh ja, ja. Als een paard heel erg over de buitenschouder gaat. Ja. Dus stel dat Blondie heel links gebogen is en hij gaat heel erg naar de rechterschouder. Dan kun je inwerken met je buitenkuit wat je wil, maar er gebeurt er niet zoveel. Nee. Dan kun je stelling vragen wat je wil, maar er gebeurt er niet zoveel. Dan wordt hij alleen maar sterker op die buitenteugel. In dat geval kun je zeggen, nou weet je wat, dan begin ik eerst met die schouders. Dan wordt dat lichaam al wat rechter. Dan is dat lichaam ook makkelijker indrukbaarder op mijn kuit. Dus dan zou je kuit daarna kunnen geven. Maar dan kan die ook makkelijker stelling geven. En dus als het paard heel overdreven over de buitenschouder weggaat, dan zou ik zeggen, begin met schouders verzetten. Ja. Is het paard een heel klein beetje op de buitenschouder, dan zou ik zeggen, nou vraag even een keertje buitenstelling waarop die makkelijk nageeft. Of als die heel makkelijk op je kuit reageert, dan kun je dat ook, daar ook voor kiezen. Maar soms heb je wel eens paarden die dan niet zo goed op je kuit reageren. En dan lekker een beetje tegen die kuit aan gaan hangen. En dan lopen ze nog meer naar buiten, snap je? Ja. Dus dat is gewoon soms ook even testen. He, dus het kan best zijn dat je een bepaalde techniek probeert. Stel je wil die buitenkuit gebruiken in dit geval en hij reageert niet. Dan kun je zeggen, oké, dan vraag ik nog één keer heel duidelijk. Maar als hij dan niet reageert, kun je ook zeggen van joh, dan kijk eens even of via de stelling of dat werkt. Snap je? Ja. Zo heb je eigenlijk meerdere technieken om tot een bepaald doel te komen. Top. Ik vind dat je het goed voelt allemaal. Ik vind het wel heel lastig, maar als ik me echt er vol op concentreer, dan lukt het wel. Ik weet zeker, als ik jou 10 keer heb verteld, dit voel je goed, dit voel je goed, dit voel je goed. Dat jij na 10 keer, van ik noem maar wat stelling los, laat ik noem maar iets. Dat jij het vertrouwen hebt in jezelf, dat je het goed voelt. Ja. Want je voelt het iedere keer goed, alleen je weet het nog niet. Ja. Heel erg bedankt voor de les vandaag, Astrid. Was leuk. Jij bedankt. Heel graag de volgende keer. Heel graag. Ik vind het erg leuk om je les te geven. Dankjewel. Ik vind het ook heel fijn om les te krijgen. Toppie. Dan spreken we gauw weer af.
Het is inmiddels een tijdje later en het is tijd om de hapjes te gaan geven. Dus dat ga ik jullie even erin meenemen. Dit is slushy mix, dat is muesli en stroper in één. Ik doe er zelf water bij, omdat er nog poeders bij gaan. En dit is de oorbrand. Dan krijgt Ivy gastrocomplex omdat ze last heeft van singlehead. Dan ook voor Ivy souplesse siroop. Dan hebben we dermacontrol voor Blondie, dat ze niet gaat sturen. En dan ga ik dit geven aan mijn paard. Leuk dat je er weer bent. Zeker. Je bent lekker aan het stappen zo op de grote Volte. Als je de stap zo beoordeelt, wat gaat er dan goed en wat mag beter? Zoals gehaast, nu alweer wat minder. Mm-hmm. Achterbenen mogen er meer onder en ze maakt best veel spanning in de link. Nou, niet spanning, maar ze doet best wel erg aanhouden bij de linkerkaak. Ja, en hoe komt dat? Omdat ik niet genoeg ruimte geef en ze de linkerachterbenen niet goed onderzet. En wat zit er tussen de achterbenen en de kaak? Haar lichaam. Ja, en welk specifiek deel was het allerbelangrijkste? De schouders. Yay! waar gaat haar lichaamsgewicht op dit moment naartoe? Net naar rechts, nu rechtuit. Iets meer op links zelfs. Ja. Ja, dus zij heeft eigenlijk de neiging, als jij niks zou doen, dan zou zij het lekker op die linkerschouder leunen. Ja. Snap je? En dat gaan we haar dus weer vertellen. Dat je zegt, nee, je mag niet op links leunen. Je moet eigenlijk gewoon in het midden uitkomen. Maar leun maar eens een beetje op rechts. Ga maar eens kijken hoe dat voelt. En wat je dan doet, Tess, is dat je aan je rechterteugel je paard enigszins zo meeneemt naar buiten. Zo naar die rechterschouder toe als het ware. Alsof je het gewicht zeg maar op de rechterschouder zou kunnen trekken. En dat gaat het allermooiste als je er laat nageven in stelling links. Daar hebben we de vorige les aan gewerkt, weet je nog? Ja, precies dat. En dan neem je hem iets duidelijker mee naar rechts. En daar heb je hem al. En dan kun je alweer loslaten. Hè, dus zodra, kijk eens Tess, als jij linkerstelling vraagt en je neemt hem mee. En dit gebeurt, los. En dan laat je je paard gewoon even lopen zoals hij doet. Dan geef je hem de voordeel van de twijfel. En dan ga je goed waarnemen, wanneer gaat nou weer het gewicht naar links? Als dat zo is, vraag je weer linkerstelling, stuur je hem weer even buitenom. Ja, nou is die op het midden en dan laat je weer los. Zo ja, kijk en hier hou je hem zelf iets te veel vast links. Dus dan mag je wat meer met je hand omhoog en naar voren inwerken, zodat je dat knikje, dat ja. En dan stuur je hem dus naar buiten en ontspan je handen. En dan je handen lekker toestaan naar voren, dat je die neus wat van je afduwt. En dan activeer je er. Ja, kijk. Dan doet het achterbeen het wel, hè? Ja. Dus het is wel eens lastig als je activeert en je denkt, ja, potdikke me, er gebeurt eigenlijk niet veel. Ga maar eens waarnemen, hoe is het gewicht verdeeld over de schouders? Want als ze te veel op één van beide schouders leunen, links of rechts, maakt niet uit, dan kan het achterbeen simpelweg niet verder naar voren toe komen. Dus dan kan die bijna niet reageren. Ga je weer nalaten geven in linkerstelling, weer naar rechts uitsturen, weer ontspannen en been. En juist, heel goed. En wat je wilt, Tess, is dat hij dat achterbeen verder naar voren komt en dat hij dan de hals wat verder naar voren strekt. Dus dan mag je je handen ook iets naar voren toe brengen. De neus als het ware wat van je afduwen, zodat het achterbeen mooi ondertreden kan en die over de bovenlijn naar je hand toe rekt. Zo ja, weer linkerstelling. Naar buiten, los een been en duwen. Ja, super. En je rechterhand mag wat meer naar voren hoor, want anders heb je te veel stelling. En dan loopt hij weer zo makkelijk over die linker schouder weg. En dan zul je zelf merken dat het dan een stuk taaier wordt om het achterbeen mee te nemen. Zo ja, dus sta je rechterhand maar toe en haal je linkerteugel maar iets meer bij je. Dat je hem wat rechter houdt in dat wijken.
Zo ja. Goed zo. En dan zoek je zo weer een lijntje op om hem te laten wijken. Ja, beter hè? Een aantal passen die gaan gewoon super goed. Andere net iets minder. Rechterhand toestaan. Zo, ja, nee. Dit is beter. Goed zo. Het enige wat ik wil veranderen is dat je wat minder rechter stelling vraagt. Ja. Doe je hand maar eens gewoon een beetje losjes weg, zo. Zo, ja. Ja, dat. Druk opzij. Daar ga je helemaal nergens over. Nog maar een keer. Zo, ja. En zoek dat gevoel maar weer op vanuit je kuit. Daar. Dat was het. Voel je? Dat waren gewoon twee hele mooie passen. Je had maar een korte afstand om te wijken. Maar ga maar eens kijken of dat ook 4 of 5 passen lukt. Iets meer lucht geven aan de voorkant. Iets meer je handen toestaan. Zo ja. En opzij zetten. Ja. Heel goed. Goed is ook goed hoor. Hey. Wat? Ja, als je, dus is het ook goed, precies, hè? Als je zegt van nou, voor vandaag vind ik het een mooi geheel, ook prima. Ja, ik denk dat het voor vandaag wel goed is. Prima. Dan mag jij bedenken wat we de volgende keer meenemen als thema. Ja. He, want ik vind het wijken heel leuk om met jou te doen. Ik vind het ook heel leuk om te zien dat we steeds een beetje verder komen daarin. En ik wil ook zeker als zometeen jouw belangrijkere wedstrijden weer voor de deur staan, dat het gewoon helemaal optimaal is voor een 8. Ga ik dus sowieso ook weer mee met de Jong KNS? Nou, dat bedoel ik. Dan moet hij gewoon helemaal hoppie-toppie zijn. Ja. En ongetwijfeld zijn er ook nog andere aandachtspunten dat je zegt, oh, daar wil ik er eigenlijk ook echt aan werken. Dan pakken we dat de volgende les ook alweer op. Goed? Ja. Top. Misschien achterwaarts. Oh ja, nou ja. Leuk. Ja. Ja. Vooral omdat je natuurlijk, ze rijdt geen L2 ook, maar het is wel wat het is wat eraan komt, en precies. Het duurt het wel een paar maanden voordat je dat gewoon echt heel netjes... Eens. Onder controle heb. En dat kan zijn als je dat al rustig aan, af en toe een keer. Zeker, en het achterwaarts helpt. Het trainen van achterwaarts helpt je ook weer in het, om je galop te verbeteren. Of het ruggebruik in de draf te verbeteren, snap je? Ja. Het is eigenlijk geen geïsoleerde oefening. Het is niet op zichzelf staand, want elk paard kan achteruit lopen. Maar het gaat erom dat hij dat op een manier doet met ruggebruik. En als hij dat achteruit kan, dan kan hij dat vooruit des te beter. Ja. Ja. Top. Ja, achteruit ze kan het wel, alleen het is gewoon dat we een soort een schuine lijn gaan. Ja, precies. En hij moet natuurlijk echt leren te zitten en dan achteruit te lopen. Astrid, heel erg bedankt weer voor de les vandaag. Ja, dat was leuk. Weer veel bijgebracht, weer veel waar we aan kunnen werken. En dan zie ik jou heel graag weer de volgende keer. Ja, hartstikke leuk. Ik vond het ook weer leuk vandaag. En we hebben fijn kunnen werken samen zo aan het wijk en van alles en nog wat. Ja, dus ik kijk ook weer uit naar de volgende keer.